Vanille. Het is niet per se een heel gezondheidsbevorderend product, maar wel een heerlijk gerecht om te gebruiken in de keuken. Er zijn nog steeds mensen die het niet gebruiken, omdat ze eigenlijk niet goed weten wat ze ermee kunnen doen. Daarom vandaag deze live-uitzending met in de hoofdrol het product vanille. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal bij deze live-uitzending. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Ja, we gaan vandaag echt een heerlijk product behandelen. En ik heb al een voorbeeld bij de hand, een heerlijk vanillestokje. Daar ga ik zo meteen alles over vertellen. En voordat het gesmolten is, laat ik alvast zien wat het recept is, wat je morgen krijgt. Een heerlijke vanille-ijs. Ik heb net uit de vriezer gehaald en denk, ja, ik moet echt als een speer het gerecht laten zien. Want anders is hij al gesmolten voordat ik er aan toegekomen ben. Maar dit is dus het gerecht waar je morgen het recept van krijgt. Heerlijk vanille-ijs, gegarneerd met krokante mix. En een klein beetje green sweet syrup gold. Echt super lekker. Nou, ik zet hem nu aan de kant, maar zometeen meer daarover. Maar we gaan eerst meer vertellen over vanille. Nou, ik zie Simone is erbij. Hartstikke leuk, Simone. Welkom. Ik zie Erika uit Spanje. Even kijken wie er allemaal nog meer zijn. Tine is erbij. Meta, Dini, Ans, Hanneke. Nou, hartstikke fijn. Leuk dat jullie er allemaal zijn, mensen. Marianne is erbij. Ina, goeiedag allemaal. Nou, het is een heerlijk product vanille en niet per se gezondheidsbevorderend. En over het algemeen probeer ik hier producten te behandelen die echt iets voor je gezondheid doen. Nou, het enige wat vanille heeft is dat het de geslachtsdrift stimuleert. Nou, ook niet verkeerd bij tijd en mijlen. Maar voor de rest is het eigenlijk meer een lekker product dan dat het echt zo gezond is. Maar toch is er hoop over te vertellen. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En elke vrijdag ga ik live met steeds wisselende thema's om mensen te inspireren, beter voor zichzelf te zorgen. Uiteindelijk is mijn grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Ik zet mij daartoe in met een team van coaches over heel Nederland. Er zitten altijd coaches te kijken en als je vragen hebt. Nou, een van de coaches zal wellicht antwoord geven. Je krijgt ook heel vaak een reactie van Ria. Ria is geniaal. Die weet echt alles op het gebied van gezondheid. En ze heeft ook dit fantastische recept bedacht. Nou, ik zou het zelf echt nooit bedacht hebben. Maar Ria, echt chapeau voor het heerlijke gerecht. Maar goed, we gaan erover op vanille. Ik heb eigenlijk eerst eventjes een vraag. Wie van jullie gebruikt er vaak vanille? En gebruik je dan de verse, de gedroogde peul? Of neem jij je toevlucht tot potjes vanillepoeder, wat natuurlijk ook prima is? Blijf kijken tot het einde, want dan krijg je alle ingrediënten voor het ijs. En dan kun je morgen gewoon meteen aan de slag, vandaag boodschappen doen. Morgen gelijk het ijs maken. Het is te lekker om niet meteen mee te beginnen. Dus zet het even in de chat. Gebruik je wel eens vanille? Ik zie hier al een reactie binnenkomen. Trudy zegt nooit. Trudy, het kan zijn dat je niet weet wat je ermee moet. Misschien hou je er niet van. Je kan er ook allergisch voor zijn. Maar het is echt een product om gewoon eens een keertje te gaan proberen. Nou, dan wat gaan we behandelen vandaag? Om te beginnen, wat is vanille? Dan, wat is een aphrodisiacum? Een heel moeilijk woord, ik heb dat eigenlijk al verklapt. Dan, hoe ze de peulen verwerken, want die peulen groeien niet zo aan de boom. Die groeien op een andere manier, dat ga ik zo meteen allemaal laten zien. Dan, waarom is het zo kostbaar? Het is een ongelooflijk kostbaar product, daar kom ik ook zo meteen op terug. Dan uiteraard, wat je ermee kunt. Ik ga de ingrediënten van het recept verklappen. Dan wat we dinsdag gaan doen en het thema van volgende week. Dus dat gaan we allemaal doen vandaag. Ben je hier trouwens voor de eerste keer, dan mag je dat ook eventjes laten weten via de chat. Dan schrijf je gewoon even, hoi Nettie, ik ben nieuw vandaag. En dan kom ik er zo meteen wel eventjes op terug. Goed, lieve mensen. Even kijken of er al reacties zijn gekomen op mijn vraag. Ans, goedemorgen. Ik gebruik vanille regelmatig en vooral de poeder. Af en toe de stokjes. Meta zegt, ik heb vloeibaar vanille. Komt ook zo meteen aan bod, Meta. Even kijken of er nog meer. Gebruik het niet vaak, zegt Geertje Kaneel. Meestal aroma, soms stokjes. Poeder, zegt Margreet.
Ik val steeds weg, zegt Ina. Ja, Ina, ik kan dat niet verhelpen. Ik denk dat het ook met jouw verbinding te maken kan hebben. Want hier gaat het allemaal goed. Dus misschien dat jouw verbinding niet... Maar ik weet het niet zeker. Dat zou kunnen. En anders misschien straks even nakijken. Ik hoor het wel vaker. Als ik hem terugkijk, is hij altijd helemaal perfect. Dus ik denk dat het aan jouw verbinding kan liggen. Maar ik weet het niet zeker. Maar probeer het eventjes te checken. Ik hoop dat het allemaal blijft goed gaan. Goed, lieve mensen, wat is vanille? Nou, wat heel veel mensen niet weten, en ik wist het eerlijk gezegd een jaar geleden ook niet, pas toen ik me erin ben gaan verdiepen. Maar vanille is eigenlijk de peul van de vanille, van de orchidee. Want hier kan je het zien. Hier heb ik een foto, ik weet niet of je het kan zien. Dit zijn de peulen nog in een jong stadium. En je ziet hier ook de orchidee. Hier is het al een beetje aan het uitbloeien. Hier zie je de restantjes van de orchidee. Maar je hebt dus inderdaad de orchidee die bloeit aan die boom. Er ontstaan peulen waar de orchidee, waar de bloem eigenlijk aan zit. En die bloem die verdroogt op een gegeven moment, die valt er ook af. En dan zie je hier een hele tros met vanille peulen. Hier zie je het restantje van de oude bloem, zeg maar, die afgevallen is. Maar zo heb je echt hele trossen vanille peulen. En denk je, joh, net die zoveel peulen, waarom is het dan zo ongelooflijk kostbaar? Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Maar zo groeit dus de peul. Die wordt... Daar kom ik zo meteen op terug, sorry. Dan, de meest populaire is de Bourbon vanille. En die komt uit Madagaskar. Dat is eigenlijk de allerlekkerste. En die wordt ook het meest gebruikt. Is ook het meest kostbaar. Want je hebt heel veel synthetische vervangers voor vanille. Maar daar kom ik ook zo meteen allemaal op terug. Nou, dan het is een afrodisiacum. Ik zei het net al. En het komt van het woord Afrodite. En Afrodite is de koningin van de Griekse godin van de schoonheid, de liefde en van de vruchtbaarheid. En omdat vanille schijnt dus de vruchtbaarheid, nee vooral de vruchtbaarheid niet, de geslachtsdrift op te wekken, zo moet ik het zeggen. En ik kom er zo meteen nog op terug, maar daarom wordt bijvoorbeeld met Valentijnsdag heel vaak een parfum gegeven met vanille. En Valentijnsdag is natuurlijk de dag van de liefde. Nou, een beetje geslachtsdrift kan daar geen kwaad. Alhoewel ik denk dat bij die jonge lui, die hebben dat gewoon niet meer nodig. Die hebben genoeg goesting van zichzelf. Maar het is dus inderdaad een afrodisiacum en het bevordert dus inderdaad de geslachtsdrift. Nou dan, ik zei net dat die zwarte vanille stokjes, ik bedoel, je kan ze wel een soort van herkennen, maar die groeien niet op deze manier aan de boom. Als peulen groeien ze dus aan de boom. Die peulen worden onrijp geoogst, dan worden ze vochtig verhit en daarna worden ze heel langzaam gedroogd. En door dat vochtige verhittingsproces en later het droogproces ontstaat er een soort van fermentatie. En daardoor krijg je dus die glimmende zwarte stokjes. Dus gewoon één stokje zo. En ik heb hem open gesneden. En als je hem open snijdt, dan kun je aan de binnenkant... Heb ik hier een mesje? Ja. Dan kun je met een mesje kun je zo... Dan moet je hem eigenlijk even plat maken. Op een bordje of zo. Kijk, dan kan je zo met een mesje het vanillemerg gaat uitschrapen. Dit is eigenlijk het vanillemerg. En dat kun je dus gebruiken om allerlei dingetjes mee te doen. Ik kom er zo meteen wel op terug. Maar het stokje zit dus inderdaad vol met vanillemerg. En het verschil tussen het stokje en de poeder zal ik zo meteen even uitleggen. Nou, dan heb je dus inderdaad de stokjes en je hebt vanillepoeder. Er zijn een aantal verschillende vormen van vanille. En je hebt ook nog de vanille essence en vanille aroma. Dat is bijna altijd synthetisch en heeft totaal niks te maken met die mooie pure bourbon vanille en met die vanillepoeder in die potjes. Dit is ook een mooie pure vanille. Deze ook, maar die vanille essence en vanille aroma, dat is puur chemische. Ja, meuk vind ik erg onaardig klinkt. Het is ook net zo goed, hartstikke lekker. Maar omdat vanille zo ongelooflijk duur is en het wordt in de industrie heel veel gebruikt. In ijs, in taartjes, in koekjes, in cakejes, in muffins, in parfum, in tabak. Er wordt heel veel vanille gebruikt. En daardoor is de vraag veel groter dan het aanbod. Nou, en daardoor kunnen ze eigenlijk het aanbod niet... Ze kunnen niet voldoen aan de vraag. En daarom is het voor de industrie een chemische vanille bedacht in de vorm
vorm van aroma en vanille essence. En die wordt gebruikt in de kant-en-klare cakes en koekjes en dat soort dingen. Maar dat heeft totaal niks met de vanille te maken. De smaak is hetzelfde, maar het is gewoon eigenlijk puur chemische meuk. Dus als je nog steeds vanillepoeder en als je vanille aroma gebruikt en vanille essence, ja lieve mensen, ik zou het zelf dus niet meer doen, omdat het gewoon echt puur chemisch is nagemaakt. Maar goed, de echte vanille is wel redelijk kostbaar. Ik ga zo meteen laten zien dat dit potje uiteindelijk vele malen goedkoper is dan die stokjes. En dit is natuurlijk hartstikke leuk om zo te gebruiken. En je kunt de stokjes ook nog gebruiken nadat ze leeggeschraapt zijn. Maar het is wel een kostbare aangelegenheid. Eerlijk is eerlijk. Nou, waarom is het zo kostbaar? Want ze noemen vanille ook wel het zwarte goud. Nou, dit is echt het zwarte goud. Nou, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de vanilleoogst is al een paar keer mislukt. En op het moment dat er dus inderdaad meer vraag is en minder aanbod, dan krijg je uiteindelijk een prijsstijging. En de vraag, ik heb net al gezegd, is veel hoger dan het aanbod. Nou, als je dan nog eens gaat kijken naar de biologische vanille, want ik heb hier in mijn webshop heb ik de vanillepoeder, Bourbon vanillepoeder, is echt een hele mooie zuivere vanillepoeder. Die is normaal gesproken in mijn webshop €13,95. Hij is nu, als je deze video bekeken hebt, is die dus in de aanbieding vanaf vandaag tot en met zondag over een week. En dan gaat er meer dan 20% van af. Meestal gaat de aanbieding zondags wordt die actief. Maar eigenlijk is het zonde, want jullie willen nu vanillepoeder kopen om morgen het ijs te kunnen maken. Dus daarom heb ik nu zo ingesteld dat vanaf nu, vanaf dit moment, is deze poeder in de aanbieding met meer dan 20% korting. Maar als jij de echte biologische vanillepoeder wil, die is nog bijna 3 keer zo duur dan deze. Deze is normaal €13,95 en de biologische vanillepoeder is over de €30. Dat is eigenlijk gewoon niet leuk meer. Dus vandaar dat ik uiteindelijk geswitcht ben van de biologische naar deze. Want het moet voor de mensen wel bereikbaar blijven. Als je meer dan €30 betaalt voor zo'n klein potje vanillepoeder, ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk heel snel genezen. Dus daarom gebruik ik deze. En dan wil ik nog eventjes iets meer vertellen over de prijs van het stokje en van deze poeder. Ik heb het voor jullie uitgerekend. 1 stokje, ik heb hem gisteren gehaald bij de Jumbo, is €3,03. Dan haal je qua vanillepoeder, haal je hieruit de inhoud van ongeveer 1 theelepeltje. Dus uit 1 stokje gaat 1 theelepeltje vanillemerg. Je kunt het stokje daar dan nog wel gebruiken, daar kom ik zo meteen op terug. Maar dus 1 theelepeltje vanillemerg en uit 1 potje hangt het vanaf hoe groot je theelepeltje is. Maar tussen de 20 en de 25 flinke theelepels vanillepoeder gaan hieruit. Dus het zou betekenen dat dit potje 25 keer 3 €75 zou mogen kosten. En die is nu in de aanbieding €13,95 min ruim 20%. Waar komt het op uit? Nou, reken het maar even uit met mijn fikse korting. Als je het vandaag bestelt voor 3 uur, heb je het morgen in huis. En dan ben je altijd nog goedkoper uit dan met die stokjes. Nou, wat kun je nog met die stokjes doen? Dat is eigenlijk ook wel leuk om te vertellen. Je kunt met die stokjes namelijk je eigen vanille suiker maken. Hoe vaak hoor je niet in een gerecht dat je vanille suiker nodig hebt? Een zakje vanille suiker. Nou, een zakje vanille suiker is natuurlijk boordevol met suiker. En dat doen we niet met de eetlijnmethode. Dan zijn we eigenlijk suikervrij. Dus wat je nu kunt doen, je pakt erythritol. En je pakt dan 2 eetlepels. Nee, ik zeg het niet goed. Je pakt een pot met erythritol. En daar doe je dit stokje in. Mag die leeg geschraapt zijn. Dus het lege stokje doe je in de pot. En dan laat je hem een week staan. En dan heb jij je eigen overheerlijke vanillesuiker zonder enige vorm van suiker. Maar die erythritol die wordt gemaakt van gefermenteerde mais of champignons. Dus puur een gefermenteerd groenteproduct. Nou, dat is dan de suiker die niks met je bloedsuikerwaarde doet. En die erythritol die kun je dus omtoveren tot echte vanillesuiker met een stokje in de pot doen, ook zonder het merg erbij. Dus eigenlijk hartstikke leuk. Nou, dan als er ergens in de recept staat een zakje vanillesuiker, pak je 2 eetlepels van je eigen gemaakte vanillesuker en dat vervangt dan eigenlijk 1 zakje vanillesuiker zonder dat je daardoor de bloedsuikerspiegel laat schommelen en zonder dat je inderdaad toch suiker binnenkrijgt. Dus een hele goede oplossing voor de vanillesuiker. Nou, wat kun je met vanille? Nou, het is een smaakmaker in zoete gerechten en soms zelfs in hartige gerechten. Maar vooral in zoete gerechten. Ik gebruik zelf bijna dagelijks vanillepoeder. Want die Ria, die stopt echt werkelijk overal vanillepoeder in, omdat het zo super lekker is.
Als je vanillepoeder gebruikt, heb je minder erythritol nodig. Want de vanillepoeder is op zich ook al wat zoetig. Dus eigenlijk heb je daardoor minder suiker nodig. Nou, dat geldt voor cakejes, voor koekjes, voor muffins, voor baksels. Je hebt overal minder suiker van erythritol voor nodig, omdat er al vanillepoeder in zit. Dus dat maakt eigenlijk het gerecht al zoeter. Nou, dan wordt het gebruikt voor tabak en parfum. Ik heb het net gezegd. Met Valentijnsdag wordt er veel vanilleparfum gegeven, omdat het dus lustopwekkend zou zijn. Nou, die vanillesuiker is allemaal duidelijk, hoop ik. Zo heb je dus echt je eigen homemade vanillesuiker. Wat je ook kunt doen is een klein stukje van een stokje vanillepoeder in je koffie doen. En dan krijg je een heerlijke vanillesmaak aan je koffie. Dat is echt zo ongelooflijk lekker. Nou, en inderdaad, aan het ijs is een beetje toegevoegd. Dus echt allemaal hartstikke lekker en heel veelzijdig in gebruik. Ja, goed lieve mensen, omdat er geen gezondheidsbevorderende eigenschappen zijn, is deze uitzending wat korter dan je van me gewend bent. Dat is allemaal niet zo erg. Wat je nu van mij krijgt is de ingrediënten voor het ijs van morgen. Nou, dit is Ria de recept. Hier staat ook haar prachtige glas met vanille-ijs. Ja, echt lieve mensen, je eet je vingers erbij op. Kijk, hij is wel aardig aan het smelten, maar hij is gewoon echt super, super lekker. Dus gewoon een paar scheppen vanille-ijs in een glas doen. Dan lekker een paar eetlepels krokante mix er bovenop. Dat is een heerlijke krokante ontbijtmix met nootjes en zaadjes. Ook te vinden in de webshop van de Eetlijn. Doe je er zo een anderhalve eetlepel bovenop, 15 gram ongeveer. En dan een klein beetje green sweet syrup gold. Ja, dat zorgt ervoor dat, ja, dat kan je nou niet meer zien, dat het prachtig gaat schitteren. Een beetje glansje komt erop. En dan maakt het gewoon echt extra lekker en een beetje karamelachtig. Goed, nou, wat heb je nodig voor dit overheerlijke recept van morgen? Wat je nodig hebt is lupinemeel. En je snapt niet hoe Ria het bedacht krijgt om ijs te maken met lupinemeel. Maar als je echt, echt vanille-ijs hebt, dan proef je daar altijd iets van, ja, bijna iets meligs in. Dat maakt het juist zo lekker. En het iets wat melig heeft Ria bereikt door er 10 gram lupinemeel in te doen. Ik vind het echt geniaal bedacht. Dan heb je nodig 50 gram erythritol. Dit is dus inderdaad die toversuiker op basis van mais of champignons. Dan 2 theelepeltjes vanillepoeder bourbon. Nogmaals, nu in de aanbieding. Dan heb je nodig 3 biologische eitjes. En je hebt alleen de eidooiers nodig. Dus 3 biologische eitjes. Dan 400 milliliter kokosmelk. Dat zijn 2 blikjes. Ik heb ze extra op voorraad genomen. Want er is altijd een run op de producten na de uitzending. Dus 2 blikjes kokosmelk. Dan als garnering 2 eetlepels, 1,5 eetlepel Eetlijn krokante mix. Wat kokosrasp eventueel maakt het ook hartstikke lekker. Dan krijg je ook een lekkere chewy bite. En dan kun je er altijd nog wat bosbes overheen of het andere fruit naar keuze. Nou, dit is wat je nodig hebt. Ik zal het herhalen. Lupinemeel, erythritol, vanillepoeder bourbon, eitjes, kokosmelk, Eetlijn krokante mix en eventueel kokosrasp. En dan bosbes of ander fruit naar keuze. Hoeft niet per se. Ik vind het met die krokante mix al zo ongelooflijk lekker. En fruit heeft voor mijn idee weer een andere smaakbeleving. Ik houd er liever richting karamelachtig. Maar ben je nou dol op bosbessen of frambozen of ander fruit? Het kan uiteraard gewoon hartstikke lekker. Kleine stukjes mango mag er allemaal bij. Dus dit is wat je nodig hebt voor het recept van morgen. Dan tot slot het thema van volgende week. Oh nee, eerst dinsdag. We zijn dinsdag weer aan het koken vanuit de Eetlijn Keuken. Dus live kookuitzendingen. En aanstaande dinsdag gaan we naar Groningen. We hebben afgelopen dinsdag hebben we Drenthe gehad. En met Drenthe hebben we heerlijke een Drentse veentrapperschotel gemaakt. Nou, die is bij mij met stip in de top 10 terechtgekomen. Ik heb hem al 3 keer gegeten van de week. Zo lekker vond ik hem. Van de week met mijn zoon en de kleinkinderen. Nou, die hebben zitten smullen. Dus hartstikke lekker gewoon. En we hebben gemaakt een Drentse turf. Dat is een beetje appelgebakachtig, maar wat uit Drenthe komt. En moet je voorstellen, een plak van die Drentse turf. En dan een flinke eetlepel van dit heerlijke ijs erbij, vanille-ijs. Ja, lieve mensen, het is gewoon een feestje. Dus gewoon echt, ik zou zeggen, ga gewoon kijken naar die dinsdagochtend. De aanstaande dinsdag reizen we af naar Groningen. Ria heeft 2 heerlijke Groningse gerechten klaargemaakt. En misschien is het leuk om
onder deze video alvast een schot voor de boeg te doen. Welke Groningse gerechten zou ze gemaakt hebben? En nee, geen Groninger koek. Dat zeg ik er nu alvast bij. Maar een heerlijk hartig Gronings gerecht en een heerlijk zoet Gronings gerecht. Dus, en het zoete Gronings gerecht, ik ga een klein tipje van de sluier oplichten. Dat maken wij al jaren met ons gezin. En dan noemen we het Jan in de zak. Nou, daar ga ik dinsdag alles over vertellen. Hartstikke leuk. En volgende week, vrijdag, is het thema gewrichtsklachten. Dus dan gaan we het hebben over die gewrichten, over die scharnierpunten, weet je nog? Maar ook over de bordjes. Wordt weer hartstikke interessant. Goed, lieve mensen, ik ga eventjes kijken of er nog vragen of reacties binnengekomen zijn. José, ja, dat doe ik sowieso altijd, maar ik gebruik nu ook poeder. Ik denk dat je het doelt op de stokjes, José. Pure vanillepoeder gebruikt Ria, denk ik, wat ze bedoelt. Het ziet er heerlijk uit, Ria. Dankjewel voor je recept. Ja, alle lof, niet aan Almhof, maar aan Ria. Oké, José die heeft een reactie op de alcohol waar je een stokje in kunt doen. Even kijken hoor, of dan meer... Is het ook ketoproof? Oh, wacht even, mijn ding gaat terug. Wacht even, ja, daar ben ik weer. Yvonne vraagt, is het ketoproof? Net die zeker, Yvonne. Een hele goede vraag. Het is ketoproof. Ja. Ik zie Ria reageren op Rita. Als je met specifieke vragen zit, ik kijk zo meteen de vragen nogal na die langsgekomen zijn. Ria is fantastisch, ze beantwoordt altijd heel veel vragen. Maar toch zien we wel eens een keer een vraag over het hoofd. Zit je er echt met een dringende vraag, mail dan even naar netty.bom@deetlijn.nl. Ook als je een eetlijncoach zoekt bij jou in de buurt, als je interesse hebt in het eetlijnprogramma, als je de supplementen wil bestellen, stuur even een mailtje naar netty.bom@deetlijn.nl en ik stuur jou een reactie met of een verkooppunt in de buurt, of een coach in de buurt, of wat dan ook. Dus als je zeker antwoord wil hebben, eventjes een mailtje sturen, want hier zie ik ook wel eens dingetjes over het hoofd. Ja, oké. Nou, ik zie verder geen vragen meer. Wat kan je doen om meer gewicht te krijgen? Oh, Rita, ja, dat is jouw vraag waar Ria op reageert. Stuur me even een mailtje als je wil. netty@bom@deetlijn.nl. Goed, lieve mensen. Nou, ik ga afsluiten. Nogmaals allemaal bedankt voor het kijken, voor het liken en delen. Nou, ik zie jullie... Gerechten wel tegemoet. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je het gerecht maakt. En morgen in een reactie onder het recept even jouw gerecht laten zien. Dat vind ik altijd hartstikke leuk, die interactie. En worden mensen altijd heel blij van. Nogmaals bedankt voor het kijken, het liken en delen. Onwijs fijn weekend en tot volgende week. Doei, doei.